Goedemorgen. Goedemorgen. Holy pootjes. Goedemorgen. 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 Ik heb net een video opgenomen. Het is een birthday cake geworden van 5 minuten die je in de magnetron maakt. Dit is de frosting, maar die is wel een beetje dubieus. Als iemand daar een goed recept voor heeft, let me know. Zo zou eruit zien als er een hoofd uit je schouder groeien. Waarom zou er een hoofd uit mijn schouder groeien? Want je weet nooit, alles kan. Oké. Maar of het is gelukt, moet je even kijken in de video. Die staat al online als je dit kijkt. Dus. En de broer van Max is hier op bezoek. Mocht je denken, wat een gekke stem hoor ik nou. Ik heb net een kerstcadeautje gekregen van Alex. En het is zo cute. Het gaat over een kat die dus altijd met de bus ging. En ik moet nu al eigenlijk huilen van het verhaaltje op de achtergrond. Ik ook. Eye roll emoji. Ik moest ook huilen. Ja, het is... God, de kat heeft niet het eeuwige leven. Max heeft geen ziel. Max heeft echt geen ziel, nee. Max krijgt ook een cadeautje. Ik wil nu al lachen. Dit is een horror. Yes! Wat is het deze in het hoofd? Oh, het is 3D! Het is 3D! Het is 3D! Wat is met deze kat? Ja. Oh mijn god! Ik dacht van je kantoor, maar je hebt geen kantoor meer. Prachtig. Je breekt je bij. Oh, dit is geweldig! Allemaal in gerecycled papier. Love met, it! Met olievlekken erop. Oeh! Wat vet! Oeh! Zoutsteen. Zoutstenen. Vaccinelicht ding. Lik eraan. Ja, het is inderdaad zout. Hey! Yay! Weerverlichting. Oké, Max heeft nog een nootje gekregen. Deze is ook heel leuk. Yes. Awesome. Ik wil dit op de rug van een spijkerjas. Ja. Oh ja, goed idee. En dit wordt ook iets. Oh yes! What? Nice. Een Alex de Vries original. Ja. Heel vet. Dit is echt heel tof. Alex is een kunstenaar. Je zou het niet zeggen als je hem kijkt. Alex zijn vriendin heeft trouwens deze gemaakt. Dat is Max. Kijk die billetjes. Ik ben mijn video aan het editen. Ramon is lekker aan het liggen. En Max heeft een broodje voor gemaakt. Een hamburger met kaas. Max heeft een makkelijk pastaatje gemaakt. Ja, zo moeilijk doen over kennis geven en dan makkelijk zeggen. You're so evil. Zijn mensen te keren ook hoe jij echt bent? Ja, ja, echt gemeen wijf ben ik. Die jongen die kookt voor jou, dag in dag uit, doet zijn best. Makkelijk pastaatje gemaakt. Als mensen dit zien, is het de 10e vlog of zo? Ja. Ik denk de eerste keer dat ik een ander t-shirt aan heb. Ik zit zo even voedsel uit mijn mond te spugen. Ik zit dus even met Max te overleggen over vanavond wat we gaan doen, wat ons plan is. Het is 7:10. Klopt. En ik wilde eigenlijk vandaag iets filmen over mental health en social media. Maar ik merk dat mijn mental health er niet toe in staat is. Dat ik het gewoon vanavond niet kan. Dus, een soort meta-moment is dit. Dat ik dus zorg voor mijn mental health door niet over mijn mental health te gaan praten in een vlog. What? We hebben echt 15 kilo koolslaw over van gisteren. Dus we zitten nu... Ik denk dat Max ook gekookt had. Dus ik denk dat we echt nog de aankomende 10 dagen koolslaw moeten eten. Mooi. Ja, prima. Nou, en nu nog even iets vrolijks voor de mensen. Vertel jij eens een grapje, Max. Doe ik dat de hele tijd? Dan zeg je steeds nog ga ik er toch uit. Is toch geen grapje? Maak ik grapjes? Ik bedoel, er zijn net 7 of 8 grapjes gemaakt en die zijn allemaal voorzien van, ik ga er toch niet in komen, ik kom er toch niet in. Dus, weet je, dat motiveert mij ook niet als artiest.
Dat gaat niet. Ik moet wel een beetje de ruimte krijgen, een canvas om mee te werken. Het is niet, hier is een kwast. Schilder maar met je eigen bloed op de muur. Dat gaat niet. Dan moet je maar een eigen vlogkanaal beginnen. Nee, jij vraagt me net grapjes te maken. Ja, maar goede grapjes. Zo, wij hebben vanavond Ramses gekeken. Serie op Videoland over Ramses Shaffy. Echt zo goed. Zo goed. En nu ga ik nog even lezen en dan slapen. Maar ik dacht, zal ik eens laten zien welke producten ik gebruik. 'S Avonds om mijn gezicht mee schoon te maken en te hydrateren. Het eerste wat ik doe is een heel goor herwasbaar wattenschuifje gebruiken. Met warm water. En dan haal ik het meeste van mijn mascara daarmee weg. Gewoon heel zachtjes zo een beetje zo deppen. Nou, dan hou je dit dus over. Dan gebruik ik dit product. En dit merk is geen spon, maar ze hebben zoveel fijne producten. En deze ook weer. Hier haal ik dus mijn make-up eraf. Gewoon één spuitje. Het is allemaal super natuurlijk en vegan en zo allemaal. En dan doe ik zo zachtjes over mijn wenkbrauwen, mijn wimpers. Afwassen. Vervolgens gebruik ik voor een beetje kleur op het gezicht deze Face Tan Water van hetzelfde merk. En je kan het gebruiken hoe je wil. Ik doe een paar druppels op mijn hand. En dan doe ik zo even het nekje meenemen. Even in laten trekken. Dan wissel ik van nachtcremes en dagcremes. Op dit moment heb ik deze. Die is ook helemaal vegan en natuurlijk en zo. Allemaal geen spon trouwens. En ja, ik weet eigenlijk dus niet of dit de goede volgorde is of zo. Maar hierna gebruik ik nog wat olie. Omdat ik gewoon een hele droge huid heb. Deze is echt super fijn. Hij is wel duur, of althans, het is maar net wat je duur vindt natuurlijk. Maar dit flesje was 38 euro uit mijn hoofd. Maar ik doe er wel echt heel lang mee. Je kan het ook voor je hele lichaam gebruiken en voor je haar. Maar ik gebruik het eigenlijk alleen op mijn gezicht. Zo. Eens in de zoveel tijd dan scrub ik mijn lippen nog met deze van Lush. Ook gewoon omdat het zo lekker is. En dat was het eigenlijk wel. Heel simpel. Ramon houdt me uiteraard weer gezelschap. Bedankt voor het kijken. Tot morgen.